De poezenboot in Amsterdam heeft een bijzonder logeetje, Sina. Het diertje werd meer dood dan levend gevonden. En het is echt een wonder dat ze nog in leven is, zegt de eigenares van de opvangboot. Het verhaal gaat dat er is een dame hier gekomen met Sina, met het kleine kittentje. En zij zou hem dan gevonden hebben in een doos naast het Tropenmuseum, want ze moest eigenlijk plassen, dus ze ging stiekem in de bosjes. En daar stond die doos. En daar staat, daar zat zij in, maar met drie overleden kittentjes. Er zit vast een heel verhaal achter van iemand die ze niet kon onderhouden en dacht ik zet ze in een doos op straat. Dat is natuurlijk heel zielig, maar dat soort dingen gebeuren in Amsterdam. Ja, dat is heel verschrikkelijk. Want weet je, als mensen ermee zitten dat ze zo'n katje niet kwijt kunnen of zo'n nestje niet kwijt kunnen, dan is er altijd opvang. Ze kunnen hem altijd bijvoorbeeld hier voor de deur zetten. Ze vindt het geweldig bij mij thuis. Dus na 2 dagen heb ik er gewoon in het hele huis losgelaten. En met de andere poes is het een beetje wennen, maar die is niet vijandig. Dus ze grommen een beetje naar elkaar. En dit dametje is de koningin. Zij is de baas.